Dames en heren, boven in de Mobisol VIP-lounge en supporters in de club. De wedstrijd Patro Club Next is gespeeld. Is geëindigd op een gelijkstand 2-2. We vragen even aan de coach van Club Next, Robin Veldman, wat hij van de wedstrijd vond. Nou, bovenal intens. Ik denk van beide kanten een hele intense wedstrijd als je gewoon kijkt naar de fysieke parameters. Ik denk dat we in het begin dat we heel veel moeite hadden met de directheid van Patro en ook de energie die ze erin konden steken. Ik denk dat we daar in de eerste 10 minuten misschien nog iets te veel mee gegaan zijn in de directheid van het spel. En daarna ietsje meer rust gekregen en daar denk ik ook de goal uit maken. Dus vanuit een voetballende actie. Ik denk dat er daarna een hele gelijk opgaande tweede helft is waar denk ik Patro meer grote gevaarlijke momenten rondom onze 16 heeft. Mm-hmm. En ik denk dat in de tweede helft dat wij eigenlijk de bovenliggende ploeg waren aan de bal. Maar nog steeds dat Patro gevaarlijk was in de uitbraken. Mm-hmm. En dan kunnen we misschien 2 extra goals maken. Maar ik denk dat als je de eerste en de tweede helft tegen elkaar afzet, dan mogen we denk ik tevreden zijn met een gelijkspel. Ja. Ik hoor wel eens, en ook van jouw entourage boven, wij komen niet graag naar Patro om te spelen. Hoe komt dat? Nou, jullie hebben toch wel een hele eigen identiteit als club, hè? Als spelopvatting. En dat is hartstikke lastig om je op voor te bereiden. Mm-hmm. Omdat het vrij uitgaat van de directheid en creativiteit van de spelers voorin. En dat is vrij onberekenbaar. En dat als je dan met jonge jongens werkt, die soms nog wel eens heel agressief in duel willen gaan, maar ze misschien wel ruimte moeten verdedigen, is dat gewoon heel lastig om mee om te gaan. Aan de andere kant ook een hele leerzame avond voor ons. Ja. Heel blij dus met die ene punt, of zat er nog meer in, denk je? Als ik kijk naar dat we 2 keer toch 1-1 op de keeper afkomen, denk ik dat daar wel meer in had gezeten. Dan kan je de wedstrijd misschien ook op een andere manier uitspelen. En nu, als je naar de wedstrijd verloop kijkt, naar de doelpunten, ja, blij met de punt. Ik ga ook nog heel even stout zijn en iets vragen over Kiki, want Kiki heeft zijn opleiding gehad bij jullie, bij Brugge, ook even bij Club Next, denk ik, meegedraaid. Denk je dan, als je hem vandaag 2 keer ziet scoren, miljard, wij hadden die ook wel kunnen gebruiken. Nou, ik denk dat er nog steeds goed contact is met onze jongens, waar hij mee in de opleiding heeft gezeten. Maar dat hij bepalend is en dat hij zulke mooie doelpunten maakt en dat hij zo lastig is om te bespelen. Dat is fijn om zo'n jongen erbij te hebben. Aan de andere kant, hij heeft ook een mooie leeftijd om nu een volgende stap te maken in profvoetbal. Dus dat betekent dat onze andere jongens, de jongere jongens, weer een kans krijgen. Dus ik denk dat hij ook toe is aan dit. Maar ik ben aan het babbelen met een coach die tevreden is na vandaag. Ja, en ik zie heel veel pluspunten en ik zie ook een paar punten als je kijkt naar de tegengoals die toch eigenlijk in ons eigen balbezit beginnen, hè, hoe we de bal verliezen. En dat we eigenlijk 2 fouten achter elkaar maken, want je verliest de bal en je verdedigt niet goed. Dat kost vaak wedstrijden en dat is voor ons denk ik heel leerzaam. Dus aan die kant moeten we echt een volgende stap maken als team. Aan de andere kant denk ik dat we ook teruggeknokt hebben en dat we laten zien wie we zijn. Ja. Dankjewel. We zijn er nog aan het begin van het seizoen, dus er kan nog heel veel veranderen. Er moet misschien nog heel veel veranderen. Ik ga even naar onze T2 vandaag. Aziz Reggi, ben jij content met het ene punt en met de 2 doelpunten van Kiki? Enigszins is het wel mooi voor Kiki dat hij dan 2 keer scoort. Oké, ze kennen zijn kwaliteiten, maar achteraf gezien zijn we niet content met die 2-2. Als we naar de wedstrijdverloop kijken, we beginnen heel goed aan die wedstrijd. De eerste kwartier krijgen wij de kansen. Kunnen we toen al 1-0 voorstaan. Ik moet zeggen, de keeper van Club Next pakt heel goede ballen. Dan krijgen we de Club Next, denk ik, de eerste kans, of de eerste keer dat ze voor doel komen, krijgen we al een waarschuwing. En daar hadden ze al de 0-1 kunnen maken. Dat gebeurt dan niet. De tweede waarschuwing maken ze wel de 0-1. Dan herstellen we goed. We komen terug in die wedstrijd. De organisatie staat dan veel beter. We creëren weer wat mogelijkheden. En dan scoren we dan wel de 1-1. Dan moet ik zeggen, beginnen we de tweede helft van de wedstrijd. We kunnen wat de rust bijsturen. Ik denk dat Club Next ook Club Next ook omschakelt naar een 3-mans defensie beginnen ze. Daar was voor ons even zoeken. Dan krijgen we wel kansjes. En op het moment dat we dan de 2-1 maken, moet ik zeggen, dan zitten we goed in organisatie, maar dan weet je ook van dat zij zoveel talent hebben. En als zij wisselen, verzwakken ze hun ploeg niet. Zelfs ik vond ze zelfs beter worden met het moment dat ze wisselen. En dat ze die ruimtes tussen die linies wel vonden en heel goed benutten. En dan tot ze dan scoren, de 2-2, een werelddoelpunt. Ja, dat is jammer voor ons. Maar ik denk dat dat wel het mooie van het voetbal is, dat je dus in zulke wedstrijden dat wel gebeurt. Mm-hmm.
En achteraf gezien, ja, wij zijn misschien wel ontgoocheld dat we de 2-1 uit handen hebben kunnen geven. Ja. Jammer. Is er een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft? Voel je dat wel zo aan? Moeilijk te zeggen, omdat je krijgt de eerste helft, je begint daar veel beter, je krijgt de kansen. De tweede helft gaat het wat gelijk opgaand, wij krijgen de mogelijkheden. Zij komen daarna wel, na de 2-2 komen zij dan wel beter uit. Het was een moeilijke wedstrijd. Mm-hmm. Ik moet zeggen, achteraf gezien kun je wel zeggen, ja, oké, 2-2 is volgens mij wel een gelijke uitslag. Coach Stijn Steijnen zei het ook van tevoren, die belofte ploegen en zeker de ploeg van Club Next, dat zijn allemaal wel kanjers, hè? Die hebben allemaal heel veel potentieel, dat heb je ook gezien op het plein? Klopt, klopt, dus dat wisten we ook op voorhand, maar ik moet zeggen dat Club Next dan wel verder staat op alle belofte ploegen, dat zij iets meer ervaring in de ploeg hebben, dat ze jongens hebben die ook al een paar jaar in de 1B-reeks spelen. En die maturiteit merk je dan wel bij Club Next tegenover die andere belofte ploegen. Ja. Adnan, ook weer vandaag een hele goede wedstrijd, denk ik dat ik mag zeggen. En dan Kiki, die alweer mooie doelpunten maakt. We zijn toch goed bezig? We zijn goed bezig, maar we moeten niet tevreden zijn met wat we nu brengen. Omdat we weten dat we veel meer kunnen. Mm-hmm. En dat wij in zo'n wedstrijden, ook met de ervaring wat we hebben, dat we die moeten kunnen tot het einde brengen met een overwinning. Ja. Oké, dus er is van beide kanten, denk ik, dat ik mag samenvatten, nog een beetje werk aan de winkel. Maar zoals ik zei, het seizoen is nog maar net begonnen. Er is tijd zat om hier en daar nog wat bij te schaven. We hebben volgende week een atypische wedstrijd. Het is te zeggen, we hebben een bekerwedstrijd die we in principe eerst gingen uitspelen op Binge, maar die is dan naar ons gekomen. Dus volgende week, zaterdag om 20 uur, spelen wij een bekerwedstrijd tegen Binge. Ik hoop dat jullie met z'n allen dan weer aanwezig zijn om onze ploeg naar de overwinning te schrijven. Dank jullie wel. En jullie al twee. Dank je wel. Alsjeblieft.